Na voetbal ook nog hockeynieuws. HOKO, de hockeyclub van Oosterwijk, opende op 1 september een nieuw kunstgrasveld. Oud-voorzitter Klaus Groes en wethouder Maarten Pieters openden samen dit nieuwe veld. Zij werden geholpen door de allerjongste hockeyspelers van deze club. Je krijgt eigenlijk een begeleiding van onze jongste jeugd. Daarvan is de bedoeling dat die jou volgen onder de erehaag van onze sportkleuren, onze hockeykleuren, geel-zwart. En dan zijn ze jouw handen. Dat betekent eigenlijk dat jij zorgt dat ze straks gezamenlijk die ballonnen laten vliegen, want ze zijn met heliumgas gevuld. Mooi. Mooi. Wil je zelf ook nog even iets zeggen? Heel kort, Klaus. Dames en heren, jongens en meisjes. Natuurlijk ontzettend mooi dat er toch nog op dit volle sportcomplex nog een plekje gevonden is voor een miniveld. Ik vind het ook altijd mooi dat er mensen zoals Klaus Rust zijn die zich inzetten samen met het bestuur en denk heel veel anderen om zoiets mogelijk te maken. Misschien ook nog sponsors. Namens gemeentebestuur wil ik die mensen en Klaus in het bijzonder natuurlijk heel erg danken voor de inzet voor de jeugdsport. We gaan het veldje openen. U gaat vanzelf zien wat er gaat gebeuren. Ik krijg de hulp van twee kinderen om iets bijzonders te doen en daar graag uw aandacht voor. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. Oké, het Klaus Rustveldje. Gaan we tot drie tellen en dan gaan die ballonnen de lucht in. 1, 2. Na de opening mocht er op het veldje gehockeyd worden en dat lieten de jonge sporters zich geen twee keer zeggen. Naast hockey kan er binnenkort ook op dit nieuwe veld gevolleybald en zelfs gebadmintond worden. Ook hangt er bij het veldje een webcam die de mensen in de kantine de mogelijkheid geeft om te volgen wat er buiten gebeurt. Een groot gedeelte van het benodigde geld is opgehaald door de jonge leden met een bijdrage van HVC HOKO Vriendenclub. De jeugdige spelers zullen zich, met de komst van dit nieuwe kunstgrasveld, prima vermaken.